Ik heb bijvoorbeeld van mijn opa vroeger kreeg ik zijn oude kwasten of zo, weet je wel. En ik dacht wel van ja, waarom geeft hij me niet nieuwe kwasten? Maar uiteindelijk is het veel mooier die gebruikte kwast. Weet je, het idee dat hij daar dingen mee heeft gemaakt, maar dat duurde even voordat ik dat door had. Maar dat is letterlijk doorgeven van een tool eigenlijk. Hij heeft mij nooit verteld hoe je moet schilderen. Mijn vader ook niet. Mijn overgrootvader al helemaal niet, want die heb ik niet gekend. Maar eigenlijk door naar hun werk te kijken, zie je bepaalde ontdekkingen die zij hebben gedaan. En daar kun je voordeel weer mee doen. Nou, dit is te gek, want hier hangt eigenlijk in een nutshell mijn familiegeschiedenis in schilderijen. Een deel daarvan althans. Maar veel werk van Hendrik Maarten Krabbé, dus van mijn overgrootvader. Dit is een doek waar hij mee is aangenomen op de academie destijds. Was hij 18 toen hij dat schilderde. En ja, ik heb dit mijn hele jeugd gezien. Dit is, vind ik, een van de mooiste portretten van mijn grootvader, dus mijn opa Maarten Krabbé. En dit is mijn oma, toen hij er net had ontmoet. En ja, oma Greet, ja, dit is voor mij gewoon ook zoals ik me haar herinner. Je ziet ook gewoon dat hij verliefd was, weet je. Ik vind het zo ontzettend mooi geschilderd. Hij was trouwens echt een hele goede portretist. En het leuke is, het portretje wat ernaast hangt, dat is Maarten op een jonge leeftijd geschilderd door Hendrik Maarten. Dus door zijn vader, door mijn overgrootvader. Dit is eigenlijk de portrettengalerij van mijn grootouders. Ja, dit is echt waar mijn vader zich op zijn best laat zien wat mij betreft. De kleurvrijheid van de opzet van zo'n landschap. Dit is eigenlijk Jeroen echt ten voeten uit. 2012 heeft hij dit geschilderd en ik vind het een heel mooi schilderij. Met name ook door de diepte van de kleur. En het lijkt bij hem eigenlijk altijd alsof het vrij makkelijk uit de tube erop staat. Hè? In één keer misschien erop is gezet, maar... Ik weet dat hij er heel lang aan bouwt en dingen wegveegt en er weer overheen gaat. Het is bij hem nooit eigenlijk plat. Dat groen is gewoon eigenlijk groen waar je in kan verdwijnen. Ik heb zijn werk natuurlijk heel gevolgd van heel dichtbij. En dit is mijn ouderlijk huis, hier hangt het overal eigenlijk om me heen. Dit is ook een vroeg werk van hem waarin die kleur eigenlijk ook al heel erg gevierd wordt. En ook weer het landschap. En dat vind ik eigenlijk ook interessant, is onderverdeeld in allemaal verschillende panelen. Dus je zou kunnen zeggen dat het allemaal verschillende momenten zijn van hetzelfde landschap. Of misschien een reis door een landschap heen. En dat zijn wel dingen die ik misschien ook op een bepaalde manier heb opgeslagen. Weet je, de rangschikking van mijn tekeningen bijvoorbeeld in één werk. Dat is best te herleiden naar zoiets, zit ik nu te denken. Weet je? Ja, dus dit is echt eigenlijk een soort proefopstelling voor eigenlijk de achterste zaal in het museum.
En mijn idee was om het gewoon helemaal vol te hangen. Ik maak wel meer natuurlijk van die collected drawings, eigenlijk met allemaal samengestelde tekeningen op één doek. Maar dit wordt eigenlijk meer een installatie met al die tekeningen bij elkaar. En die zijn eigenlijk allemaal onafhankelijk van elkaar bedoeld. Maar samen geven ze toch een soort van, bijna een soort kaart van mijn leven, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus bijvoorbeeld van placemat tekeningen. Die maak ik eigenlijk altijd als ik in een restaurant zit. Dus dit is bij de Chinees, dat is in een Italiaans restaurant. En daartussen zitten dus heel veel tekeningen die gaan over, dat zijn dan bijvoorbeeld studies voor schilderijen. Dit is een tekeningetje, daar viel dan water overheen. Maar dat leverde die prachtige vlekken op. Je zou kunnen zeggen, dit is ook alledaagsheid. Dus het is een kannetje melk, het is een schoen die ergens lag, een boompje, een liggende Boeddha. Het kan alles zijn, maar door het bij elkaar te brengen, wordt het een soort van, hoop ik, een soort van verhevigde werkelijkheid. Dus dat hele gevoel eigenlijk van al die verschillende momenten krijg je in één keer over je heen. En dat geeft een heel ander gevoel dan dat je één enkel beeld per keer zou bekijken. Het schetsboek wat ik ooit van mijn vader heb gekregen, wat van mijn overgrootvader is geweest. En dus van zijn grootvader. En daarin eigenlijk heeft hij als 16-jarige jongen een hele reis beschreven. Getekend, dus echt alleen maar tekeningetjes. En het mooie was nou, één tekening daarvan heeft hij gemaakt in het Vondelpark. In 1887 geloof ik. En precies die plek heb ik ook een keer een tekening gemaakt, zonder dat ik wist dat hij daar was geweest. Want dat was ver voordat ik dat schetsboek kreeg. En dat heeft me wel aan het denken gezet. Want toen dacht ik van, dit is toch absurd, weet je. Waarom van alle plekken in de wereld kiest hij precies die plek en waarom ik 100 jaar later ook? En toen dacht ik, misschien is er wel zoiets als een soort genetische ontroering, weet je. Iets wat er in je zit, waar je eigenlijk niet bewust van bent, maar wat dus in jou geplant is, wat je raakt. Walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your strength is in my hand. Strength is in my hand. Ja, hier moet hij ergens gestaan hebben. Ik denk zo ongeveer hier. Nou ja, je ziet de begroeiing is inmiddels een beetje veranderd. Maar, en het heette Pavillon in plaats van Vondel CS. Maar het is toch te gek? 100 jaar, meer dan 100 jaar later, dat ik hier nu sta met zijn schetsboek en ik zelf hier ook iets heb gemaakt. Ja, het blijft een heel raar idee. Nice, no? Ja. Nou, eigenlijk allebei mijn dochters die tekenen. En echt super, super mooi. Ja, dat vindt elke vader natuurlijk. Maar mijn oudste dochter, daar merk ik echt aan dat die het echt nodig heeft. Dus die kan zich echt terugtrekken op haar kamer en dan gewoon uren gaan zitten tekenen. Terwijl ze natuurlijk eigenlijk huiswerk moet maken, maar ik zeg daar dan niks over, want ja, ik zie wel dat dat voor haar heel belangrijk is. En mijn jongste ook hoor, die is ook gewoon heel creatief, maar ik denk dat bij mijn oudste echt meer noodzaak is.
Dus ik heb geen idee of ze het gaat voortzetten. Ja, het zou natuurlijk te gek zijn. Nee, eigenlijk ergens hoop ik het wel. Ja. Ja, 5 generaties, hé, wauw, dat zou cool zijn. Maar ik zal het er nooit op leggen, snap je? Nooit, echt. Nee, dat kan ook helemaal niet, hè? Dat is de grap natuurlijk ook. Nou, het ligt nog helemaal open. Morgen verder.